Bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2022 hebben verschillende leden wederom vragen en opmerkingen geplaatst bij het beleid van desbetreffende ministeries. Het lid Remy Canapé van de BEP-fractie wees erop dat de situatie en ontwikkeling in het binnenland niet beter zijn geworden. Zo laten gezondheidszorg, voedselvoorziening, onderwijs, openbaar vervoer en veiligheid nog steeds te wensen over. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Maar de voorzitter, de toegankelijkheid tot onderwijs in het binnenland is thans een groot probleem. De gevolgen van klimaatverandering zijn nog merkbaar, meneer voorzitter. Niet alleen in het district Brokopondo, maar ook in Sipaluini. Meneer voorzitter, de scholen te Ampomatapu, Godinikriki en Lokaloka zijn sinds april tot heden gesloten vanwege wateroverlast veroorzaakt door het overtreden van de rivieren. Ook de leergrachtenwoningen kunnen hierdoor niet worden opengesteld, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de leerlingen van het dorp Godolo moeten nog steeds les volgen in de Groote Osso van het dorp. Het ministerie van Volksgezondheid. Meneer voorzitter, de kloof tussen gezondheid in het achterland en die van overige delen van Suriname blijft toenemen. Meneer voorzitter, ik geef toe dat het personeel van de medische zending bereid en gemotiveerd is om het werk te doen. Het grootste probleem is het tekort aan medicijnen en beschikbaarheid van artsen, meneer de voorzitter. Maar de voorzitter, is het al in kaart gebracht wat de tekorten zijn aan medicijnen in het binnenland, onder andere in de gebieden die te kampen hebben of hebben gehad met wateroverlast? Het lid Remy Tarnadi van de NDP vroeg naar aanleiding van een opmerking van zijn collega Canapé over betere televisieontvangsten in het binnenland, wat het investeringsbeleid van de regering is ten aanzien van vooral overheidsmedia. U hoort ook het lid Surjan Mingun van de VHP dat kanttekeningen plaatste bij de bezuinigingen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken. In een digitale wereld, anno 2022 is uit een boze, wanneer wij nog steeds geen goede ontvangst hebben in het binnenland, in de gebieden Apetina, Apura, KWM Haken, Tepu, etc. Voorzitter, vooral met de situatie nu, waarbij de gemeenschap day-to-day geïnformeerd dient te worden of met hen gecommuniceerd wordt, voorzitter. Ik denk dat ik ook wil meenemen, voorzitter, ook niet ver van Paramaribo, dus is Coroni, waar wij frappant het landingsstation daar hebben van de Amerika's glasvezelkabel die door het district loopt naar Paramaribo. En in één resort daar er bijna geen, in elk geval, goede radio- en tv-ontvangst is. Ook de bewoners van vooral het resort, welgelegen in het district Coroni, die wensen ook aangesloten te worden op het ADSL-systeem van het Telesuur. Schaarne via u aandacht hiervoor aan de regering, in het bijzonder de minister van TCT. De minister van Esoti is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste voorwaarden voor het realiseren van duurzame economische groei. Het zijn vervolgens de ondernemers die de groei moeten maken. Hoe zal dit ministerie beleid en marktmechanismen onder controle houden? Ik noem een paar voorbeelden. Codes 0755, beleid interne markt. Dit programma is geraamd op 820.000 SRD in steden van 2.543.000. Code 0928, Surinaamse Business Forum. Dit programma is geraamd op SRD 18.000 in steden van 180.000 SRD. Code 1307, beleid economische wet en regelgeving. Waarom is de implementatie van beleid zo miniem begroot? Het gaat in deze om implementatie van beleid.
Volgens Mingun zijn de opgebrachte bedragen te weinig om goed beleid te kunnen voeren in de 10 districten.